In Zin in Brabant onderzoeken we geloven en rituelen. Allahu Akbar. Zondag volgen we de Bahá'í-broeders Pim en Niels Stoonders. Pim is mijn broer. Broertje. Vroeger hadden we altijd heel veel ruzie. Heel competitief. En langzamerhand zijn we eigenlijk echt vrienden geworden. Maar we geloven in progressieve openbaring. Dus dat van tijd tot tijd komen de boodschappers naar aarde. Dus 2000 jaar geleden was dat Christus. 1200 jaar geleden was dat Mohammed. En nu is dat Bahá'u'lláh. Zin in Brabant. Zondag op Omroep Brabant.